Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. De zon schijnt behoorlijk op veel plaatsen. In het zuiden van het land komt wat meer bewolking voor en in het noorden drijft nog een enkele bui vanaf zee binnen. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag wel droog en uiteindelijk wordt het zo'n 17 graden aan zee tot 21 graden in het zuidoosten van het land. De wind is zwak of matig, aan zee matig of soms nog vrij krachtig, windkracht 2 tot 5, en komt uit het westen tot noordwesten. Later vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en ook vanavond is het grotendeels droog. De temperatuur daalt dan geleidelijk aan naar een graad of 15 en de wind neemt nog wat verder af. Morgen opnieuw geregeld zon in het noordoosten, kans op een enkele bui, maar verder blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt nog wat warmer dan vandaag, het wordt 19 tot plaatselijk 23 graden en dat alles bij een matige wind uit het zuidwesten. Vrijdag hebben we dan tijdelijk weer iets lagere temperaturen, een graad of 20, en er vallen een aantal buien en verder staat ook nog een vrij stevige westelijke wind. In het weekend wordt het zomers weer met temperaturen van 22 tot plaatselijk 27 graden. Vooral op de zondag neemt wel de kans op een regen- of onweersbui toe. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl